I'm not surprised because I think from first minute we didn't play well. Toch leek het erop dat Capitals de wedstrijd zou gaan winnen. Want hier maakt Derek Coleman in de slotfase een fout op Elton Mason. Dat betekent twee vrije worpen voor Capitals. En als Mason die allebei benut, is het verschil 3 punten in het voordeel van Capitals. Mason benut de tweede, hij benut ook de eerste. En zo staat Capitals voor. En overlegt Claros hoe zijn ploeg de laatste 26 seconden moet uitspelen. Maar dan gebeurt dit. Ian Hennevan staat 4 seconden in de bucket. Dat is 1 seconde te veel. En dus balverlies van Capitals. Onnodig, want Capitals had alle tijd om de aanval uit te spelen. You are 3 points up, 14 seconds to go. You don't need to shoot, you don't need to score. You just need to wait. It's 14 seconds, but no, still players want to score. Dan zijn er nog 14 seconden te gaan. En zou je verwachten dat de spelers van Capitals een fout maken op een speler van Weert? Maar dat doen ze niet. Ze wachten op de schotpoging en die komt er ook. Hier van Champion, een 3-puntspoging. Raak. Elton Mason maakt nog een fout, maar wel op het verkeerde moment. We can foul him because we are fouling all game, so why you don't foul before? So I really think that we weren't focused enough from the very beginning. And I think that we don't deserve to win. Nee, de winst gaat naar Weert, want Champion benut de bonusvrije worp. En zo wint Weert met 82-81. Deze poging van Archbold heeft geen zin meer. Onnodig verlies. En Capitals gaf het zelf weg. I see players still complaining and mentally weak. You cannot win like this. You cannot win like this. Toch kon Capitals in de eerste 3 kwarten goed mee met Weert. Dit is een van de spelers die een voldoende haalde. Guido Grünheit. Een goede score. Maar we zien ook dat het verdedigend niet altijd goed zat bij Capitals. Hier wordt Coleman door 2 man verdedigd. Dan staat Champion helemaal vrij. En de 3 punten raak. En dat gebeurde heel veel gisteravond. Dat betekent dat we gewoon harder aan moeten werken nog. Om onze press te perfectioneren. En vandaag waren ze meerdere keren te snel af. En dat is ook credits aan hun. Met dus snelle spelers. Maar ik denk dat wij over een paar maanden vele, vele malen beter aan dit team moeten zijn. Dan zal Capitals ook veel beter moeten zijn vanaf de vrije worplijn. Want gisteren werden maar liefst 15 vrije worpen gemist. Had Capitals er 5 benut, hadden ze gewoon gewonnen. Nee, Pep Claros was absoluut niet tevreden over zijn ploeg gisteravond. They complain that we are practicing too much. But I tell you, we practice more until they are tough. Een jongen van 17, Stefan Mladenovic, liet zien hoe het wel moet. Met deze 3-punter, hij benutte er 2. En hij is een voorbeeld voor de andere jongens. Maar goed, Capitals verloor wel. Het gaat ook wel goed komen hoor, denk ik. Maar ja, het is gewoon jammer. De eerste wedstrijd voor je eigen publiek wil je laten zien wat je in huis hebt. En dat hebben we nog niet laten zien. Nee.